Na maanden van verbouwing is de Lidl in het winkelcentrum Buitenweg feestelijk geopend. Enkele honderden bezoekers stonden voor de deur om te zien hoe de nieuwe winkel eruit ziet. Onder deze bezoekers werd een winnaar gekozen door middel van loodjes. Deze winnaar mocht vervolgens 1 minuut gratis winkelen. Om 8:45 trok filiaalmanager Hans Berensen het winnende lot voor de minuut gratis winkelen. De gelukkige winnaar ging door de winkel heen en heeft voor €87,90 aan gratis boodschappen gewonnen. Daarna was de officiële opening en konden alle bezoekers van de nieuwe winkel genieten. Goed, dames en heren, we gaan de opening verrichten en ik wil u verzoeken om heel even te wachten als het doek gevallen is, want dat gaat vallen, voordat u dan allemaal naar binnen duwt, mensen die hier vooraan staan. Dat is niet echt de bedoeling. En dan mag u ook gaan genieten van deze prachtige winkel. Hans, ben je klaar voor? Nou, dan tellen we af van 10 naar 0. En dan mag jij de druk op de knop geven. En dan is het filiaal geopend. Daar komt ie. 10. Nog niet drukken, hè? Nee. Dat maken we wel mee, hè? Oké. Goed. 9. 8. 7. U mag meetellen. 5. 4. 3. 2. 1. Heel dames en heren. Kijk eens, oh, de confetti hier zo. Nou, de mensen zijn blij hoor, dat zien we wel. Dames en heren, de Lidl is op de muur is geopend. U bent van harte welkom. Ongeveer 2 maanden geleden ging de Lidl dicht om te verbouwen. En met succes. Er is door ongeveer 50 man gewerkt om de nieuwe winkel weer te vullen. De winkel heeft er in totaal zo'n 70 vierkante meter bij gekregen. Tevens verkoopt de Lidl nu ook verse afgebakken broodjes en bloemen. Er zijn bredere gangpaden gekomen en nieuwe vriesvakken. Zowel personeel als bezoeker is blij met de nieuwe winkel.